Oké. Goed. Ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik lost op. Vet. Verzadigd vet zelfs. Neem aardolie. Raffineer het eerst. Stop het dan in een reactor. Voeg er waterstof en een katalysator aan toe. Stel het bloot aan hoge temperatuur en druk. En wat eruit komt zijn tal van petrochemische producten, waaronder benzine. Neem nu plantaardige olie. Stop dat in een vat, in een reactor. Voeg waterstof toe en een katalysator. Stel het bloot aan hoge temperatuur en druk. En laat het zo reageren tot verharde plantaardige vetten, ofwel gehydrogeneerde plantaardige vetten. Geschikt voor het maken van goedkope koekjes, kunstkaas voor op de diepvriespizza en kunstboter, wat de meeste mensen kennen als margarine. Nou, deze producten staan bol van de verzadigde vetten en de transvetten. Die transvetten zijn niet gezond, maar nou de verzadigde vetten. Hoe zit het daarmee? En daarvoor gaan we eerst even terug naar 1953 in de Verenigde Staten, naar Ansel Keys. Kijk, hier hebben we Ansel. Ansel publiceerde in 1953 zijn zeslandenstudie. Op basis van deze studie hebben vele overheden hun beleid bepaald ten aanzien van verzadigd vet. Je ziet in de studie dat landen waar veel magerder gegeten werd, zoals Japan, dat er veel minder hart- en vaatziekten waren dan in landen waar veel meer verzadigd vet werd gegeten. Er waren veel meer hartklachten. Alleen, als je gaat kijken naar meer dan 6 landen, dan ziet het er heel anders uit en kun je niet langer concluderen dat verzadigd vet zo ongezond is. Het klopt dus niet. Nou even verder terug in de tijd. Uit de tijd dat we in berenvellen rondliepen als jagers-verzamelaars. Toen aten we allemaal, zonder uitzondering, dierlijk voedsel, waaronder veel verzadigd vet. En dat is prima, want daar zijn we op berekend. En dat kunnen we niet zeggen voor al die plantaardige olie, met meervoudig onverzadigde vetzuren zoals zonnebloemolie en sojaolie. Daar zitten gewoon te veel omega-6 vetzuren in en daar krijgen we klachten van. Nee, verzadigd vet is prima, daar zijn we op berekend en het is ook goed voor tal van organen zoals ons hart, onze longen, ons hersenen, ons huid en ons immuunsysteem. Die hebben dat hard nodig. Nou even een kijkje naar waar we die verzadigde vetten vinden. Goed, even samenvatten. Er is dus niks mis met verzadigd vet, tenzij je daartoe rekent het industrievet. Onnatuurlijk vet, eigenlijk een mishandeld vet. Net zoals ranzig vet en vet wat bij het bakken is gaan walmen. Dat is allemaal niet gezond. En wat betreft bakken kun je het beste nog verzadigd vet gebruiken. Omdat het veel minder gevoelig is als al die plantaardige oliën, zonnebloemolie. Ik gebruik zelf uitgebakken niervet. Dat heb ik van de slager gekregen, dat niervet. En, want dat hield hij verder toch alleen maar over. En dat is prachtig mooi frituurvet. Of gewoon om in een ei in te bakken. Vlees is uiteraard ook een goede bron van verzadigd vet. En daarnaast zuivel. Volle yoghurt, crème fraîche, kaas en boter. Prima bronnen voor verzadigd vet. En als die beesten buiten hebben gelopen en gras hebben gegeten, dan zitten daar nog eens extra vitamine in opgelost en omega-3 vetzuren. Die hebben we hard nodig. Eieren zijn ook een goede bron van verzadigd vet. Heel gezond. En voor wie plantaardig wil eten, kokosvet. Ik heb hier 2 soorten. Dat is een goede bron voor middellange vetzuren. Die zijn gezond voor ons immuunsysteem. En je lichaam kan ze niet opslaan, die vetzuren, moet ze verstoken. Dus je wordt er ook niet dik van. Laat dat fabeltje maar varen. En behalve dus je immuunsysteem, zijn er nog andere organen die ook baat hebben bij verzadigde vetzuren. Lange
verzadigde vetzuren, die zijn goed voor ons hart. En verder hebben onze longen, onze hersenen en onze huid hebben veel baat bij verzadigd vet. Nou, we hebben het geluk dat het ook allemaal lekker is, dus laat het vooral smaken. En wie wil, die kan hier beneden nog wat links vinden om voor zichzelf te bepalen hoe het zit. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende keer.